ik begon 's ochtends met Van Breukelen en Sjaak Zwart. Ja, dat is verschrikkelijk. Bij de tafel van Kees. Dat was echt verschrikkelijk. Als je Hans van Breukelen hoort praten, haal je je zoon van voetbal. Dan ja. Zeg je, ga lekker tennis of wat anders doen, weet je wel. Van mijn part, ja. Dit heeft geen zin. Niet meer doen. Dit wordt een wetenschap, weet je. En dan hebben we s'avonds nog die lekkere Messi die er dan vijf... Dan weet je, dat compenseert weer. Maar die man die praat over voetbal of dat het ergste is wat een mens kan overkomen. Terwijl het is gewoon leuk. Ja, het is gewoon leuk. Zelfs als onze scheidsrechter wel leuk. Ja, Bas Nijhuis, daar zit hij zo. Ja. Lekker fluiten. Lekker fluiten. Ja. Maar wat moet je er nog meer? Ja, hier, Bas, geniet wat er ook van. Kijk, nee, ja. Het is, ja. Nou, en toen kreeg ik voor me kiezen Dr. Anders Brugink. Nou, die zou eigenlijk met Van Breukelen samen moeten gaan wonen. Zou twee prima homo's zijn, die twee. Toen ben ik gaan kijken en toen kreeg ik voor me kiezen. Wie kregen we toen? Ja, al die wedstrijden waarschijnlijk bij jou het net over. Ja, al die wedstrijden, ja. Maar dan kregen we ook nog op een gegeven moment. Madrid heb je nog eens. Regie Blinker. Oh, die kwam bij Studio Voetbal voorbij. Oh. Met Sonny Siloy samen. Ja. Sonny Siloy. Die Regie Blinker zit heel de tijd te kijken. Zo van, nou, ik ga zo echt iets zeggen. Ja. Ja, hij stelt het steeds uit. En ja. Echt iets waar ja. Iedereen wat aan hebt, ja. Weet je wel. Maar wat zegt hij dan bijvoorbeeld? Niks. Nee. Prima. En dan heb je die andere aan de overkant. Siloy. Ja. Siloy. Wat heeft Go Ahead nou nodig? Weet je wat hij zei? Een overwinning. Ja.